Goedemorgen, het is maandag, een nieuwe week is weer begonnen. Ik hoop dat jullie een leuke week eraan hebben. Goedemorgen, ik hoop dat er een leuke week voor jullie aankomt. Het is maandag druilerig buiten, toch moppie? Het is druilerig. Maar dat mag de pret niet drukken, want de lente komt eraan. Gregor is op 21 maart jarig en dat is altijd de eerste dag van de lente. Dus dat is wel leuk als hij jarig is en weten van, oh, het gaat weer de goede kant op. So that's nice. Daar is husband en kind. Net of we dan mag, of we zo'n sad beige life hebben met alle outfits. En dan net even het interieur, net even de beige tint die je nu ziet. Mila ook toevallig. Ja, dat is wel waar. Maar hier is blauw met pinky en greeny. Dat is waar. Wel zo'n ding wat niet happy. Kijk. Curlies. Toch wel, een beetje. Avisa, wat vind jij? Ik vind het superleuk. Ja, en toch? Ik vind dat ik Gregor deels geïnspireerd heb om deze journey verder te gaan. Vind ik ook. Ik was alleen gestopt omdat ik jouw producten gebruikte in Amerika. Ja, daar begon met André Longcrème. Maar wacht, dit is wasbeurt 3 of 4? Met de producten. 2. Nee, ja? Echt niet. Ja, zeker wel. 3, denk ik. Maar je ziet wel dat... Je hebt allemaal witte stukjes op je gezicht. Oh ja, dus toch. Dat is van dat... Ik heb dat ding er toch afgehaald? Oh. Dus dit is gewoon stuk. Outfit of the day. Outfit of the day. We gaan naar Annelijn. Kijk eens, bed opgemaakt. Goed bezig, hè? Yes. Goed begin van de week. Oké, let's go. Oké. Oh, regen. Oh. Zo. Skincare moment. Zie. Ik kijk altijd helemaal zo close-up mee als er onzuiverheden worden weggehaald. Heerlijk, ik ga hier heel goed op. Ik had de serum alleen opgedaan. Oh, perfect. Ik heb best wel wat last van acne nu. Ja, ik zie het. Ik heb met name hier. Ja. Daar en hier heel erg. Ik had hier dat moedervlek ding, dat er zat ook een soort van acne in. Dus, och, kijk jongens, kijk even naar de glow. Zo glowy. We gaan eventjes bij onze favoriete plek hier eten bij de Subway. Dan weg naar huis. Lunchtijd, 10 of 12, perfect. Dan naar huis en door. Ah. Oh. Ik wil nog hier op eten, hè? Ja. Jongens, we hebben dus een nieuwe afspraak. Gingen we bij online maken en toen, oh my god. We hebben nog geen opvang meer. We gaan natuurlijk eerder van de opvang halen. Dan is ze gaat mee. Ze is altijd een soort van, maar ik heb ook echt zin in. Ja, ik ook. Ik vind het echt leuk. Ja, ga kijken van de lijn naar. Zij vond het ook heel leuk, want die is op kraambezoek geweest toen. En die ziet er dan weer nu. Ja. Maar... Ja, dat wordt leuk. In other news, we hebben extra zongedroogde tomaat gedaan. En extra... En gekarameliseerde ui. Gekarameliseerde ui. Dat hadden ze. Ik weet niet of dat nieuw is, want ik heb het nu pas zag. Maar... Nee, dat moet nieuw zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd. En die kip is ook nieuw, want het is ook vega kip. Guys, we zitten te werken in de main cave, want Avisa is beneden aan het editen, dus we zitten hier aan de barbecuehoek. Dat is heel leuk. Aan de barbecuehoek. Dus ik kreeg op de telefoon, want Avisa heeft de laptop nu en ik zit op mijn laptop. Zo, ja. Ik ga jullie niet nog vertellen wat. Wat? Nog niet? Tell me more. Wat is dat ene? Wat denk je dat erin staat? Dat ene recept wel. Hebben we dat andere recept? Hadden we die er nou ingehouden? Ja, volgens mij ook. Ja. Hey guys. Ik moest ineens denken aan... bij de comments had iemand zo gevraagd van... Hoe zat het met dat kinderwinkel ideetje? En we hadden natuurlijk ook een soort van... Een keer iets opgegooid van... Misschien moeten we zo'n club starten, weet je wel. Dat clubidee is gewoon letterlijk een idee. Ik heb 10.000 ideeën per dag voor bedrijven. Letterlijk. Ik heb de hele tijd... Oh, dat is vet cool. Dan kan je bedrijven... Oh, dat is vet... Dus dat is... Dat is nou... Kinderwinkel. Het rottige is, ik ga dit nu in de vlog zeggen, maar waarschijnlijk ga ik het dus weer vaker krijgen en morgen en hoe zit het met kinderen. We hebben besloten uiteindelijk dat niet te doen. We komen er wel heel graag. Een goede vriendin van me die is een kinderwinkel gestart een tijdje geleden en die is daar nu mee gestopt. Het is heel erg zwaar. Dus als in, het is een hele lastige markt. Vooral omdat iedereen nu natuurlijk alles op bol.com kan bestellen en zo. Ja, ik heb het van heel dichtbij nu gezien hoe... Hoeveel zoiets kost om op te bouwen. En hoe zwaar het is in die branche. Dus hoe je een fysieke winkel, dat overeind blijven, dat lastig is. Tenzij je natuurlijk, ja weet je wel, je hebt natuurlijk van die hele grote megawinkels en zo. Maar ik denk dat
Nou ja, sowieso dat die in de kinderwinkel heel romantisch klinkt. Het is natuurlijk keihard werken. En wij zijn nou niet de beroerdste daarin. Ik weet heus wel zwaar werken. Alles, ik heb genoeg baantjes gehad in winkels en zo. En lange tijd ook. Maar nee, maar dat is zoiets van dit gaat... ik weet niet of je hiermee het... ja, je neus boven water kan houden, zeg maar. In deze tijden. Dus toen kwamen we dus kantoorplan tegen die wij, waar we eigenlijk al veel langer naar aan zoek waren. En toen dachten we, nou ja, als we iets gaan doen, dan gaan we dit doen. Dus vandaar, dus geen kinderwinkel. En paardenclub vinden we trouwens nog steeds. Zullen we denken, oh, dat is best wel leuk. Maar goed, dat, joh, weet je, ik heb 1000 ideeën. Ik heb zoveel ideeën. Maar dat, maybe one day. Maybe one day. Goed. We hebben zo meteen vrienden op bezoek. Gezellig. We hebben zo vrienden. Die hebben een hondje ook mee. Mila is gek op hondjes. En Sien vindt het ook prima. Wij denken dat Sien echt tussen de honden is opgegroeid. Dus als er een hond op bezoek is, dan voelt hij zich een beetje hetzelfde of zo. Dus ja. Dan gaan we Mila lekker vroeg van de opvang ophalen. Dus lekker met de hond knuffelen. En dat wordt onze avond. Of is ze al naar huis? Je hebt de work-up. Ik ben even snel een mini touch-up aan het doen. Te veel concealer. What else is nu? Ik ben te lui mijn beauty blender nat te maken. Dus nu moet ik mijn vinger doen. Dat is echt heel veel concealer. Yo! Okay guys, ik ga hem afsluiten. Vrienden zijn geweest, ik ga naar bed. Wel tussen de... Bedankt voor het kijken, tot morgen. Bye!